Tijdens de Duitse inval van de Sovjet-Unie, die op 22 juni 1941 begon, vochten er ook Kroaten mee aan Duitse zijde. Zij waren afkomstig uit de beruchte staat, de onafhankelijke staat van Kroatië. Wat was dit voor staat en waarom vochten er Kroaten mee aan Duitse zijde? Dat en meer in deze video over het Kroatische legioen. Kroatië was deel van de staat Joegoslavië. En Joegoslavië werd binnengevallen door de Duitsers in april 1941. Vervolgens werd dit land opgedeeld. Een deel zou gaan heten de onafhankelijke staat van Kroatië. En die werd geleid door de Kroatische fascist Ante Pavelić. En hij was het hoofd van de Kroatische fascistische partij en die heette de Ustasja. Dit land heette dan weliswaar de onafhankelijke staat van Kroatië, maar in wezen was het een vazalstaat van de nazi's. Het waren de Duitsers en de Italianen, die werkten met elkaar samen, die bepaalden wat er gebeurde in dit land. In dit land woonden namelijk niet alleen Kroaten, maar ook vele Serven, Joden en Roma en Sinti. Zigeuners. En zij werden massaal opgejaagd, vermoord of in concentratiekampen ondergebracht door de Kroatische fascisten, de Ustasjas. In juli 1941 deed Ante Pavelić, de leider van de onafhankelijke staat van Kroatië, een oproep aan Kroatische mannen tussen de 20 en 32 jaar om zich op te geven voor het Kroatische legioen. Dit Kroatische legioen zou worden ingezet aan het Oostfront. En gedurende die zomer hielden de leiders van de Ustasjas toespraken door het hele land aan Kroatische mannen om hen te motiveren zich op te geven om te gaan vechten aan het Oostfront. Hierbij werd benadrukt dat het de Duitsers waren die de Joegoslavische staat omver hadden geworpen en daardoor het mogelijk hadden gemaakt dat Kroatië onafhankelijk werd. Met andere woorden, de Kroaten hadden een schuld in te lossen bij de Duitsers en moesten zich daarom opgeven om te vechten voor de Duitsers aan het Oostfront tegen de Russische communisten, de Bolsjewieken genaamd. In de eerste weken gaven 5000 mannen zich op en 4000 van hen werden geselecteerd. De reden waarom Kroatische mannen zich opgaven om te vechten in het Oostfront waren heel divers. Sommigen waren heel erg patriotisch ingesteld. Ze hadden heel veel liefde voor hun eigen land. Anderen hadden meer ideologische of politieke motieven en wilden vechten tegen het communisme. Of religieuze motieven. De Kroaten waren immers gelovig en de Russische communisten niet. Over geloof gesproken, ook Bosnische moslims voegden zich bij dit legioen. En veel anderen kwamen bij het legioen omdat zij zagen dat de nieuwe onafhankelijke staat van Kroatië al snel was veranderd in een gewelddadige en chaotische staat. En ze wilden die chaos ontsnappen door zich op te geven voor het legioen, zodat ze konden vechten ver van hun chaotische land. De training vond plaats in Oostenrijk. Midden augustus vertrokken de eerste eenheden met de trein naar Bessarabië, dat ligt bij Roemenië, en vanuit daar moesten zij 800 kilometer te voet afleggen naar de Oekraïnse stad Poltava. Dit duurde 35 dagen. Vanuit daar marcheerden ze verder richting het oosten en op 9 oktober hadden ze hun eerste veldslag met het Sovjetleger bij een dorp genaamd Budinskaya. Vanaf dat moment voegden zij zich bij de Duitse 100ste Jägerdivisie. Later werden zij gestationeerd aan de Dnieper rivier en namen deel aan de gevechten om Valka en Kharkiv. In november streden ze om de rivier Mios. Toen begonnen de temperaturen flink te dalen. De Russische winter was begonnen. Veel van de Kroaten werden ziek en veel verzochten om naar huis te worden gestuurd. Er werden Kroaten naar huis gestuurd, maar dat was niet vanwege hun eigen verzoek. Dat was of omdat ze zeer ernstig ziek waren geworden, of omdat zij geen discipline hadden. Sommige Kroaten zijn zelfs geëxecuteerd door hun leiders omdat zij overtredingen begingen. Vanuit het Kroatische thuisland werd er een campagne opgezet om cadeautjes naar de Kroaten te sturen aan het Oostfront. In december werden deze cadeautjes verzonden
Echter bereikten zij de Kroaten niet voor de kerst, maar pas in de lente. Je ziet dat aan het Kroatische thuisfront was de sfeer heel positief, terwijl de Kroatische soldaten aan het oostfront allerminst positief waren over hun vooruitgang en het leven aan het oostfront, waarbij zij veel ontberingen leden. Toen de lente arriveerde, arriveerden ook de versterkingen voor het Kroatische legioen en in mei namen zij deel aan de tweede slag om de stad Kharkiv. Gedurende de zomer vochten de Kroaten tijdens operatie Val Blauw en zij namen deel aan heftige gevechten terwijl zij verder oprukten richting de rivier de Volga. In september vochten de Kroaten in de stad Stalingrad en ook om de Rode Oktober fabriek. Tegen die tijd waren er nog maar 1000 Kroaten over. En toen het Duitse 6e leger zich eind januari overgaf in Stalingrad, gaven ook de Kroaten zich over. Zo'n 6000 man hebben gediend in het Kroatische legioen. Daarvan zijn er 886 omgekomen, 935 vermist geraakt en duizenden gewond geraakt. Hiermee kwam een einde aan het Kroatische 369ste versterkte infanterieregiment, zoals het Kroatische legioen ook wel werd genoemd. In de maanden hierna werden verschillende nieuwe Kroatische legioenen opgezet, alleen die vochten niet meer aan het oostfront, nee, die vochten in Joegoslavië tegen de verzetstrijders aldaar. En dat waren niet eens alle Kroatische eenheden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn er nog meer. En als je daarover wilt leren, ga dan naar mijn Engelse kanaal. Daar heb ik een wat uitgebreidere video gemaakt over het Kroatische legioen. Dan kun je hier klikken. En als je nou geïnteresseerd bent in Russen die vochten voor de Duitsers, klik dan hier. Ga ook even naar mijn Engelse kanaal voor nog veel meer interessante video's. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.